Dit is eigenlijk een heel bijzonder moment. Wat eigenlijk voortgekomen is uit een heel slecht moment. Ja. Want de oliebollen waren nog niet op. De appelflappen lagen nog op de keukentafel. En in een keer hadden we hier een enorme puinhoop. Ik ging diezelfde ochtend even kijken in Schardam, waar ik dan woon. En dan stond het water tot helemaal tot aan de dijk. Er was helemaal niets meer. Dus dat was hier hetzelfde. En in Edam was het nog veel erger. Als wethouder is het altijd leuk om dingen te doen die heel erg leuk zijn. Waar je zelf eigenlijk heel weinig mee te doen gehad hebt. Want als voorzitter van de gemeenschappelijke dorpsraden en de kernen. Ook Van den Dam hoort er ook bij, de oude kom. En de Purmer. Kwam er een spontaan, ik weet niet wie het was, Wim, jij bent secretaris, jij weet er meer van. Kwam er in een keer een spontaan idee op van, wij hebben altijd 30.000 euro ter beschikking om mooie dingen te doen voor de kernen. Nu hebben we eigenlijk een veel beter doel, laten we proberen dat beschikbaar te stellen. En dan kom je als wethouder en als ambtenaar kom je er weer aan te pas, omdat het nogal wat... laat maar zeggen, regelgeving consequenties heeft. Ja. Nou, daar zijn we allemaal doorheen gekomen. En dit is het mooie moment dat we jullie een klein beetje gaan helpen erin. Tenminste, de dorpsraden, het is een burgerparticipatie gebeuren. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Het is niet vanuit de gemeente. Het is gewoon vanuit onze kernen, onze gemeenschap. Dat we daar gewoon zeiden van, dit is een hartstikke goed doel. Nou, ben je voorzitter en denk je, nou, krijg ik ook mijn moment of fame, mag ik het zo meteen uitdelen. En dat ga ik nu doen. Jullie ook ontzettend veel dank voor al het werk wat je gedaan hebt. Jullie hebben alweer maanden tijd erin gestopt. En 2 weken geleden liep ik hier nog rond en toen zag ik nog grote hopen zand. En nou ziet het er strak uit. Ik wil jullie daar ontzettend voor bedanken. En ik wil jullie deze cheque eigenlijk overhandigen. En ergens komt het wel op een bankrekening terecht. Ja. Helemaal toch? Goed. Toch? Ja. Wij zijn hier natuurlijk heel blij mee. Ja, nou, jullie hebben het verdiend. En jullie doen ontzettend mooi werk. Ja. En het wordt weer een ontzettend mooi bad. En ik wil er nog even aan toevoegen dat ik van mijn kant hebben we, laat maar zeggen, met de dijkversterking, besteden we de aandacht aan dat we wellicht in de toekomst dit soort dingen kunnen voorkomen door wat technische aanpassingen. Maar dat is nog een idee. Nou, dat zou heel fijn zijn. Dankjewel allemaal voor dit mooie werk. En jullie heel erg bedankt voor deze gift. Super. We zijn echt... Het zijn de dorpsraden. Ja, de dorpsraden. Ja. Echt super. Wout Visser, jij bent vrijwilliger hier bij het zwembad in Waarder. Ja. Kun je eens beschrijven wat voor situatie jullie aantroffen na die storm? Nou, januari was één grote puinhoop. Want het water vloog hier over alles heen. Alles spoelde weg. Alles ging weg. Het pierenbakje zag je niet meer. Op een gegeven moment, 's stond hier ongeveer 1 meter water op het hele terrein. Nou ja, en dat had zo'n inwerking op het straatwerk en het spoelde allemaal weg. En zodoende hebben we dat opnieuw laten straat en hebben we nou geld gekregen voor het straatwerk van de gemeente Edam-Volendam. Hoeveel kuub zand was er weg eigenlijk? Nou, ongeveer 130 kuub is er weer gebruikt om het allemaal weer op zijn plaats te krijgen. Dus. En hoe ver zijn jullie nu met met de herstelwerkzaamheden? Nou, zijn ze rond? Of? Grotendeels klaar, maar ja, nou krijg je het afwerk nog. De hekken, de reclameborden en alle kinderspeeltoestellen en alles moet er nog op. Nou, we hebben nog werk zat tot 12 mei gaan we open. Versterkte. Ja, dankjewel. Ja, kijk.